Welkom terug bij een nieuwe video. Ja, die is hier. Laten we die even gaan pakken. Een elektriciteitsdinges. Zijn we eigenlijk niet meer nodig, want we hebben al een hele vette, fancy, shiny Pokémon. Oh, Luftisk, heb je die al? Nee. Oké, dan ga ik die voor je vangen. Druk op het duimpje omhoog. Dat zou super awesome zijn, want we gaan namelijk even lekker het spelletje uitspelen. Daarom, ik heb mijn haren gedaan, nou niet gedaan, maar wel korter weer netjes. Het is weer een beetje oké. Het zit er een beetje als een raar hoopje op. Terwijl ik bezig ben, zit Eva naast mij lekker te schilderen. Again. Oh, hij is al neer. Nou, kom maar op. Ik wil je wel vangen. Dat is wel chillen, want dit zijn gewoon van die 2-ster dingen. Catch. Gooi even een groot balletje. Dan is die van mij. Gas erop. Hartstikke idee. Hoppa. Ik heb hem voor je gevangen, schat. Hij is helemaal voor jou. Lekker veel M-candy. Even kijken. Ik was de vorige keer stond ik voor dit hek. Toen heb ik nog tegen een joch gebatteld. Alleen, nu vraag ik me af of ik daar naar binnen kan of niet. Ik moet wel toegeven. Dit soort dingen kan gaan doen. Kan je wel echt knijtersnel levelen. Want als je gewoon 3-4 van die M-candies hebt. Dan ben je echt gewoon binnen no time. Ben je gewoon level up. Zowat. Even kijken. Hier stonden we. Kijken of we naar binnen kunnen. Are you ready to challenge Team Star using the first 3 Pokémon in your party? Ja, tuurlijk. Easy, kom op. Gas erop. Maar zijn dit, krijg je hier extra punten door of niet? Of, oh nee, nou, gaat hij weer praten natuurlijk. Piep, kriet. Some kid lucked out beating one of our sister squads. Unless you can beat 30 of your... Of our Pokémon in 10 minutes, our boss won't lift a finger to deal. Nee, maar dit is easy. Doe maar. Dit is echt een makkie. Ga jij daar maar heen, Gengar? Oh, ik had Growlithe op 3, dat wist ik helemaal niet eens. Pak jij die Survivors maar. Hier, hup, nog meer Survivors en een Grimer. Krijgen mijn Pokémon's ook level omhoog of niet? Oh, Gengar is echt vet, jongen. Die vliegt gewoon door de map heen. Hop. Hallo? Ja, doe maar. Waar is de rest nou dan? Goed zo, Growlithe. Doe je best, jongen. Je kan het. Hier hebben we 10 minuten de tijd voor, hè. Moet je nagaan. Hop. Oh, Growlithe is niet zo heel sterk. Maar jullie twee gelukkig wel. Hè? Pak ze aan. Zijn er nog meer? Oh, hier. Ja, ja. Kom maar, Gengar. Die Quagsire ziet er echt gaar uit, gewoon, hè? Nou. Easy gepeasied. Kom maar. Komt hij weer op zo'n dikke auto binnen kakken, of... We've got to get the boss. Kom maar op, baas. Waarom komen die gasten allemaal in een auto? Of heb ik deze al gedaan? Nu begin ik te twijfelen. Nee, dit is een ander iemand. Of niet? Nou, als mijn haar belabberd zit, wat is dit dan, joh? Wat is, of heeft hij een doekje op zijn hoofd? Volgens mij is het een stukje stof. Of is het nog haar? Ik weet het niet eens. Oh ja, het is een stuk stof wat hij op zijn hoofd heeft. Nou. Go, sisser. Is dit het? Gaan we weer deze battle doen? Oké. Nou, bedankt. Skunk Tank. Oké. Doet niet heel veel. Doe maar Wing Attack. Deze gasten zijn wel iets hoger in level dan wij zijn. Bevalt me niet. Of wacht even, ben ik nou 37? Ik kan het niet eens zien. Heb ik helemaal verkeerd gekeken? Nou, kom maar door. Ik ben 37, hoe kan hij dan sneller zijn dan mij? Ik snap er niks van. Hoe kan een Pokémon sneller zijn? Terwijl mijn Scissor een van de snelste Pokémon is die er is.
Ik volg het niet. Deze is af. Ja, dat was te verwachten. Nee, ik heb alleen nog maar Gengar over, toch? Ah nee, ik mag ze allemaal gebruiken. Maar ja, Gengar is de enige die een beetje nuttig is. Shadow Ball. Of heb ik alleen Shadow Punch? Wat was het nou? Shadow Punch, ja. Nou, oh, deze is wel sneller, maar... Oh. Ik heb Growlithe nog als vuur trouwens. Hij weet wel welke aanval hij doet. Nou, doe maar eerst Hypnosis. Oh, nou is hij in één keer sneller. Wat is dit voor iets raars? Heeft Growlithe vuur of niet? Oh, Fire Fang. Nou, we gaan het proberen. Level 23 was die, hè? Worden we hier nou gewoon finaal... Oh, 33! Oh, ik schat mijn Pokémon echt 10 keer lager in dan dat ze daadwerkelijk zijn. Oh, ik moet mijn Mankey nog doen. Dat moet ik nog doen. Even kijken. Cerebi. Ja, hier. Scarlet en Violet. Rage Fists moet hij krijgen. Kijk, dit doet wel pijn, hè? Ja. Kan ik ook nog even in de grond dikken voor die tijd? Nee, nu ben ik... Oeh, niet af. Doe maar even graven. Brrr. Oké, weg is die. Kijk, krijg er even lekker een burn. Krijg nog een keer een burn. Ja, jammer jongen. Je vindt me toch niet. Hatsa! De groeten! Ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat hij gewoon... nog een keer elkaar door die burn werd gehit, maar dat viel tegen. Een muk. Ik zou niet weten waar ik... Oh, ik heb die Luftdisc ook nog in mijn team. Nee, je kan niet sneller zijn dan een Growlithe. Burn? Nee. Oké, af. Ja, dat was te verwachten. Maar ik had helemaal geen dinges meer om hem te damagen. Mankey, dan maar. Ik heb bijna een Primeape. Mijn Ragefist krijg je pas op level 35. Doe maar low kick. Dat is het enige wat ik me een beetje kan bedenken. Maar deze is toch dood. Het was gezellig. Oh! Ah, het doet niks, joh. Deze kunnen we nog niet aan. We gaan eerst trainen. Laten we dat doen. Nou, Luftdisc. Laat zien wat je kan. Doe maar waterpearls. Dat doet heel veel ouw. Oh, een critical hit. Go Luxio. Kijk hoe mooi hij shined. Maar deze heeft ook geen zin. Laten we toch maar even gaan trainen. Kijk, we hebben hier natuurlijk ook gewoon nog een paar sterke Pokémon. Wij moeten nu nog op zoek naar... Eigenlijk is het handig dat ik een Mankey ga doen. Fight and Ghost. Maar ja, deze is natuurlijk... Ghost Poison. Check. En dit is Steel en Bug. Eigenlijk is een Growlithe niet zo heel sterk, hè? Cerebi. Dat is echt de beste Pokémon-informatiesite die er bestaat. In feite hebben we daar ook niet. Dit is Electric. En dit is Fighting. Maar wat wordt onze Luxio? Of wordt die misschien nog Dark? Dat zou nog kunnen. Zou ik eens kijken? Ja, Snorunt heeft ook geen zin. We moeten eigenlijk even wat Pokémon zien te vinden. Oeh, wacht. Ik zie nog eentje. Maar ja, ik weet niet of Eva dat leuk vindt. We hebben nog een Gibble. Dat is een Dragon Ground type. En ik heb nog geen Dragon. En ik heb wel één Ground. Maar Ground wordt een Ghost. En dat is deze jongen, toch? Dit is weer Ground. Nee, dit is Fighting. Weet je wat? Move. Kom je maar hier. Jij eruit. Ik wou zo graag die nieuwe Mankey. Maar ja, in feite, als ik deze check... Kijk, deze is alleen maar Ghost Poison. Deze wordt Ghost Fighting. En dit is Electric Poison weer. Kijk, check. Ah. En jouw Luxio is alleen maar weer Electric. Weet je wat? Ik ga gewoon move. Sorry, het spijt me, schat. Je krijgt je Luxio weer terug van mij. Oh. Ik kan dit niet. Want dit is weer... Ik wil deze zo graag in mijn team, maar... Check. Kijk, dit is Ghost Poison. Dat is zonde, want dit wordt een Fighting Ghost. Maar als ik deze weer move... En in feite moet deze er dan ook uit. Want die is ook niks waard. Dus ik moet eigenlijk nu nog op zoek gaan naar een
water, gras en een vuurtype. Maar het liefst eentje die dubbel iets heeft. Ik denk dat dit mijn team moet worden. Oh, nee, check. Want dit is Buck en Steel, dus dat is top. Oké, laten we gewoon kijken wat we tegenkomen. Maar ik denk niet dat we dat hier moeten doen. Nou, ligt eraan. Hier ligt een Torkoal. Misschien zit hier nog wel een misschien komen we hier wel een vuurpokémon tegen. Het is wel donker trouwens. Oh, dat is die auto. Die hoeven we niet. We kunnen ook even die dingen af gaan rijden. Een Voltorb. Hebben we niks aan. Hé, een Firestone. Random. Even kijken, wat is hier? Een Makuhita. Nee, die wil ik niet. Weg hier. Weg hier, weg hier. Die wil ik niet. Weg hier. Goed zo. Omhoog. Is hij ook staal? Is een staaltype. En hij wordt een staaltype. Dus het heeft ook geen zin. Is ook maar weer één. Blop. Dat was niet het plan. Maar we deden het toch. Even kijken hoe ik dit ga oplossen. Nee, 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 nee. Jongen, ik rijd toch helemaal niet eens tegen je aan. Laat me nou gewoon even weg. Even kijken. Hier waren we net ook. We moeten nu... daar naar beneden. Dus dat is rechts van ons. En dan gaan we weer terug. We gaan gewoon eens kijken wat er gebeurt. Oh, hier staat een hele grote groep. Oh, dan gaan we weer over van die hele kleine insecten rijden. Let maar op. Hij is wel heel klein, hè, Scissor. Dan. Oh, hij is wel level 3. Why not? Denk aan de candies. Eigenlijk hier een een shiny challenge only in doen is ook wel geniaal, hè. Kijk wat hij op zijn hoofd heeft. Ja, het is een bug. Een bug tegen een bug heeft ook geen zin. Ja, zie je, hij doet ook heel weinig op mij. Kijk, Fury Cutter, it's not very effective. Deze hoeven we niet te vangen. Tot ziens. Ik ben wel benieuwd welke candy we krijgen. SM. Oh, wel. Oh, zo! 4M candies. Deze dingen afstruinen is best leuk. Althans, ik vind het best leuk om te doen. Nou, laten we gewoon even kijken. Oh, ik zie. Oh! Een Salentid. Dat zou nog een goede kunnen zijn. Het moet een vrouwtje zijn, want dan wil hij evolueren. En dan is het een Poison Fire. Maar welke had ik net als poison? Oh ja, de electric, hè? Ik had Toxel. Maar nu moet ik Toxel weer omruilen. We gaan hem gewoon vangen. Kijk wat het is. Ik heb geen idee of het een mannetje of een vrouwtje is. Ah, we hebben hem. Maar het moet wel een vrouwtje zijn, anders hebben we er helemaal niks aan. Oh, weer lekker veel candy. Kom maar door met al die snoepies. Willen we een nicknamepje geven? Nee. Ja, vrouwtje. Moet een vrouwtje zijn, anders hebben we er niks aan. Klaar. Ook weer gevangen. Heel mooi. Wat is het? Een mannetje. We hebben er niks aan. Weet je, ik ga even wat trainen. Wat Pokémon's vangen. Ik ga jullie niet te veel ermee lastigvallen. Tot de volgende keer. Ciao!